Hey, de eik die heeft mij een vraag gesteld. Wat kan ik verwachten van de e-learning? Goeie vraag, eik. Ik ga mijn best doen om daar antwoord op te geven. Op het moment dat je je gaat verbinden met de e-learning of dat je je gaat inschrijven met de e-learning, dan krijg je contact met de kruiden en met de maan en met de bomen. Dus eigenlijk met de hele natuur en de cyclus. Nou, wat gebeurt er? De e-learning die helpt jou om ervoor te zorgen dat je dus elke maand één kruid krijgt aangeboden. Een mooi kruid die in alle facetten wordt belicht. En de maan wordt daaraan gekoppeld, zodat je dus leert hoe je de kruiden kunt verweven met de maan. Maar je leert ook hoe je bijvoorbeeld kruiden met magie kunt gebruiken, kruidenrituelen kunt gebruiken. Of kruiden met op geneeskrachtige manier kunt gebruiken. Er zijn allerlei manieren hoe je kruiden kunt inzetten. En wat je dus kunt verwachten van die e-learning, dat is dus dat je leert hoe je dat moet doen. En dat je leert hoe je met kruiden en met de natuur kunt verbinden. Dat is wat je kunt verwachten van de e-learning. Nou, weer een eik die onze vraag stelt. Wat heb ik nodig om de e-learning te volgen? Nou, die vraag kan ik heel snel beantwoorden. Beste eik, je hebt een computer nodig en je hebt de internetaansluiting nodig. En uiteindelijk heb je natuurlijk ook de wil en de drijf nodig om het zelf te doen. Hè? Want ik bedoel, het gebeurt niet vanzelf. Je moet wel en je moet het wel willen. Dus de liefde van de kruiden en de natuur moet je al voelen in je bloed. Of in je lichaam. En dan kan je meedoen. Hoe verbind je de maan met de kruiden? Dat is een goede vraag, ja. Nou, daar zal ik je antwoord op geven, beste eik. En voor jullie ook natuurlijk. Elke maan heeft een eigen thema. Of heeft haar eigen thema, want de maan is vrouwelijk. En op het moment dat de maan vol is, dan vind je in de les bepaalde rituelen en bepaalde handelingen die je kunt doen. En de kruiden die worden daarvoor gebruikt. Door bijvoorbeeld een wierook te maken met speciale kruiden op een bepaald maantijdstip. Of door een kruidenbuidel te maken. Zo verbind ik de maan met de kruiden. Vinden anderen de cursus leuk? Ja, eik, dat is een goede vraag, wederom. Volgens mij wel. En waarom? Nou, omdat er al heel wat mensen zijn geweest die de e-learning hebben gevolgd. En die er ontzettend veel plezier, maar ook diepzinnigheid in hebben ervaren. En als je klikt op lees de ervaringen van de vorige e-learning cursisten op de pagina van Kruidenwijs. Dan vind je allemaal verhalen die ze dus wat dus aangeeft, ja, hoe andere mensen de cursus hebben ervaren. En dat is over het algemeen heel positief. Dus. Wat krijg ik voor voordeel als ik meedoe? Nou, jij krijgt als voordeel dat je natuurlijk elke keer lekker geknuffeld wordt door iedereen. Want de eik komt dus ook voor in de cursus. Maar wat jullie voor voordelen krijgen als je meedoet, buiten de eikom, dat is dat je mee kan doen als je dus ingeschreven bij de e-learning, bij de besloten Facebookpagina die we hebben voor de e-learning cursisten van Kruidenwijs, waar je altijd al je ervaringen op kunt delen als je onderweg bent, vragen kunt stellen, bij twijfel, foto's maken, dat je ten alle tijde zeg maar advies kan inwinnen. Vervolgens krijg je een lidmaatschap op het forum van het kruid van die maand. En het forum zit in de e-learning en daar kan je dus je ervaringen delen, wat je hebt meegemaakt tijdens de cursus. Hè? Of het nou om de maan gaat, of om de kruiden gaat, of om de bomen. Je kan daar altijd je ervaringen delen met de anderen. Ook de natuurfeesten, hè? Want die zitten ook in de cursus verweven. En je krijgt als voordeel dat je mee kan doen met de chatroom, de kruidenbabbel is dat.
En dat hebben we één keer per maand, hebben we dat, op een vast tijdstip. Daar log je op in en dan kan je dus live chatten met mij en met andere cursisten die dus ook in de cursus actief zijn. En dat zijn je voordelen die je krijgt, plus natuurlijk dat je de liefde voor de natuur voor altijd in je hart meedraagt. En dat is toch wel zo'n beetje het grootste en het mooiste voordeel wat je kan hebben, denk ik. Even kijken wat hier nou weer voor vraag hangt van de eik. Zijn er vaste tijden om de e-learning te volgen? Nee. Daar kan ik heel kort en krachtig mee zijn. Je hebt één vast tijdstip per maand. Dat is de kruidenbabbel. Daar kan je aan meedoen, maar dat hoeft niet. En verder kan je gewoon kiezen wanneer je inlogt. Dat kan 's morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts. Maakt helemaal niet uit. Je kan 24 uur per dag. Als je een computer en internetaansluiting hebt, of een laptop, of een iPhone, of een smartphone, je kan gewoon inloggen. Nog een vraag van de eik. Leer ik ook nog wat voor kruidige dingen ik kan maken? Jazeker, Eik. Dat leer jij en jullie ook thuis. En dat zie je daar. En ik dan vraag de eik, nou eik, jij komt zeer zeker aan bod. En er komen nog wel meer bomen voorbij in de cursus. Soms een kruid, soms een boom. Maar de eik, die krijgt een ereplaatsje in onze cursus. Dat kan je wel verwachten. 3. Ik denk dat we alle vragen beantwoord hebben die de eik ons had gesteld. Ik hoop dat ik jullie ook wat duidelijkheid heb verschaft en dat ik jullie enthousiast heb gemaakt voor de e-learning van de Kruidenwijs. Mocht je nog vragen hebben, mocht je meer willen weten, kijk op de website van www.kruidenwijs.nl. Dan kun je me een e-mail sturen, je kunt me even een telefoontje geven. En als je mee wilt doen, dan kun je je aanmelden op de website, zie je, wanneer de eerstvolgende groep weer start. En ik hoop jullie natuurlijk in de e-learning van Kruidenwijs te zien. Tot ziens!